het natuurhistorisch doodleuk museum. Daar wordt een Hans IJsvogel wordt daar onthuld. En dat is niet hier. Gaat het allemaal goed gaan, IJskoman? Wat zeg je? Slurp! Kijk eens, ja tuurlijk, oh. Dat is altijd goed. Slurp. Moet ik hier zijn voor die IJsvogel? Ja, ja zeker. Niet liegen, hè, want moet volgens mij gewoon binnen zijn. We hebben het lekkerste IJsvogel-ijs. Laat het fijn wezen. Ik laat me even verwijzen, kom ik er zo even eentje opnemen. Top, heel goed, nou, lekker. Het voordat het kraakte en bijna alles, al het water in Nederland bevroor. Nou, als er één vogel is die een hekel heeft aan ijs, is dat de ijsvogel. Dat is natuurlijk een rarigheidje. Ik wil dan vragen om één van de kinderen hier te vragen om mee te helpen. Wie wil er mee helpen? Ja? Oké, dan ga ik aftellen. 1, 2, 3. Kijk. Dat is moeilijk. Nou, jij zo even plezier. Dit heeft helemaal niks met Rotterdam en omstreken te maken, die ijsvogel. Hij is in Rotterdam nu, in het Natuurhistorisch Museum. Oceaan, hè? Waar komt hij eigenlijk vandaan? Oceaanse ijs. Lopen we er even naartoe. Maar, blijven praten. Ja. Even kijken als mensen. Je ziet het. Dit gaat natuurlijk heel veel publiek trekken, vooral jonge kinderen. In het kader weer van dode dieren met een verhaal. Ja. Ja, er zit natuurlijk een dramatisch verhaal achter deze ijsvogel. De ijsvogel die spreekwoordelijk ook bevroren is geraakt in het ijs. En nu met ijs en al tentoongesteld wordt. Ik ben er heel blij mee. Maar de ijsvogel die kan helemaal niet tegen ijs. Nee. Dat is op zich al opmerkelijk. Ja. Het is ook een van de weinige talen ter wereld waarin deze vogel ijsvogel heet. In het Duits ook, ijsvogel. Maar voor de rest in het Engels. Maar is dat nog ergens naartoe te herleiden? Ja, omdat ze natuurlijk altijd gezien worden als het koud is bij een wak in het ijs. Ja. Wachten op een visje. Wachten op een visje. Daarom is die associatie met het ijs. Het ijs is nu fataal geworden. Oh, maar nog niet klaar. Maar we gaan eens even kijken of we er wat wijzer van worden. Maar ja. Dan moet ik voor bij Bram zijn, hè? Want die Bram, is genius. Bram heeft eigenlijk even conserveren. Conservator Bram heeft het allemaal geregeld. Buiten spel. Dat denk je eigenlijk wel. Ja, is goed. Je gaat voor hem het woord staan voeren. Ja. Nou, dat moeten we niet hebben. Ga maar weer weg. Ja. Dion, hard op asem, hè, want dan gaat het dadelijk ontdooien misschien het brok ijs. Heb je al een ijsje gehaald buiten? Dan kan ik ijs halen, hè? Om het feest te vieren. Bram Langeveld, de genius die in ieder geval de ijsvogel gevangen is in brok ijs. Ja, nu je het in ieder geval stelt. Ja. Voor altijd en eeuwig kan laten hangen. Voor altijd en misschien eeuwig. Wel een beetje verkleurd van verlangen. Voor altijd en eeuwig moet ik meteen wel nuanceren. Want? Het is duidelijk, het ijs het gaat achteruit. Hoe goed we het ook bewaren op min 20 graden Celsius. Het is en blijft een proces wat onomkeerbaar is en ook niet te stoppen. Het ijs wordt langzaam doffer. Moet min 20 bokkeliger. Blijven? Min 20, ja. Ja. Dus we proberen het zo lang mogelijk te laten zien, maar veel langer dan een paar maanden, denk ik niet. Oei, en waarom is de jongen die hem gevonden heeft er niet bij? Die kon vandaag niet. Die kon vandaag helaas niet. Dus dat ging. Hoe heet hij ook weer? Christophe van Ingen, 13 jaar oud. En die was zo onbaatzuchtig of heeft hij er toch een geldje voor gekregen? Nee, wij betalen nooit voor schenkingen. In dit geval heeft Christophe zoveel extra moeite gedaan. Hij heeft niet alleen die foto's gemaakt, maar volgens ook het blok uit de sloot gezaagd en veilig bewaard en zo. En in een van de berichten in de krant stond dat hij het zo jammer vond dat zijn foto's viral waren gegaan, maar dat hij er niks aan overhield. Omdat hij voor een PlayStation 4 spaarde. Toen hebben wij onze stichting Vrienden van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gevraagd, kunnen jullie geen PlayStation 4 regelen, zodat wij die met Christophe kunnen ruilen voor het blok ijs met ijs. Gewoon een ruilhandel. Ruilhandeltje. Ja. Nou, heb je er toch wat aan overgehouden? Precies, gelukkig maar. Is dat alleen voor kinderen dat je hier een ijsje kan komen halen? Nee, iedereen. Gratuit? Iedereen die hier binnenkomt. Iedereen kijken, van hartelijk die een kaartje koopt. IJzig welkom. Andere meneer binnenkomt, die kan een ijsje pakken. Nog wat aan toe te voegen, zou ik op af te dingen? Zolang de voorraad strekt. Zolang de voorraad strekt? Wat zegt u nou weer? Zolang de voorraad strekt. Oh, goed. Dan hebben we het gelukkig weer verkeerd geïnterpreteerd. Maar op zoek naar weer een volgend verhaal waar we weer volop
in de algehele blijde verwarring mee aan de haal kunnen. We kunnen natuurlijk nooit rusten hier. Nee. Nee, maar goed. Het moet doodleuk blijven. En dat laten verstijven. Zo is dat. Nou, we dat waar is mijn ijs? Oh, ja, gaat er eerst naar de disco-tip op. Als het blaft. Kijk uit dat je niet afvalt. Beetje ijsvogel uitwerpselen. Ja, erop, natuurlijk. Alsjeblieft. Nou, we dachten. Hoppelijk even. En dan wel noemen ze. Dank u wel. Tuurlijk ook, voor de ijsvogel. Het is wel ijsvogel uitwerpselen op laten sprenkelen. Ik ga het nog eventjes onderzoeken, maar het is heerlijk om te beginnen. Ja.